Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik mijn favorieten en opgemaakt van de maand oktober delen, want we zijn vandaag 1 november. Mijn eerste favoriet is deze Le Petit Marseillaise Moisturizing Spray. Hij is super gemakkelijk. Je moet er gewoon even opsprayen en uitwrijven en klaar is Kees. En hij droogt ook heel erg snel. Mijn tweede favoriet is deze Modi. Mijn tweede favoriet is deze Body Mist van Zoella, de Snowella Body Mist. En hij ruikt echt super lekker. Hij ruikt echt zoet. Een echte kerstgeur eigenlijk. Een echte kerstgeur. En ik ben echt heel blij. De verpakking ziet er ook heel erg mooi uit. En ik ben echt heel blij met het feit dat ik die heb gekocht. Ik heb die gekocht op Feel Unique. Maar binnenkort komt de Zoella collectie ook naar die. Eigenlijk is hij er momenteel al in die. Ik weet niet of dat ze ook de nieuwe Zoella collectie hebben. Maar ga zeker even kijken. Als derde favoriet heb ik mijn Makeup Forever Artist Rouge Intense Matte Lipstick in de kleur 3. Jammer genoeg ben ik hem momenteel kwijt. Dus kan ik hem niet tonen in deze video. Als vierde favoriet heb ik het tweede seizoen van Riverdale. Het tweede seizoen van Riverdale is begin deze maand online gekomen. En momenteel staan er al 3 of 4 afleveringen online. Als vijfde favoriet heb ik deze lipbalsem. Dit is de Baby Lips Pumpkin Spice Lip Balsam van Maybelline. Hij is echt super herfstig en is dus ideaal voor dit seizoen. En het feit dat hij mijn lippen heel erg goed hydrateert is alleen maar een dikke plus. Als zesde favoriet heb ik Facts. Ik ben namelijk op 21 oktober naar Facts geweest en het was echt weer super super fijn. Volgend jaar ga ik er weer bij zijn. Daar reed. Vervolgens heb ik een favoriet die ik 1 dag na Facts heb aangeschaft. De Nintendo Switch! Ik speel er echt nog elke dag op en ik ben echt super dol op mijn Nintendo Switch. Momenteel heb ik Mario Kart 8 als een Nintendo Switch game en Minecraft. En binnenkort wil ik ook graag Mario Odyssey gaan aanschaffen. Als achtste favoriet heb ik iets die hiermee te maken heeft, namelijk mijn uitstapje naar Bellewaerde. Enkele dagen geleden ben ik naar Bellewaerde geweest en dat was echt zot fijn. Ik heb daar ook gefilmd met mijn GoPro, dus alles daarvan zie je in de vlog van maandag, denk ik. Van maandag. Als negende en voorlaatste favoriet heb ik mijn Naked Urban Decay Naked Heat palet. Echt een heel erg mooi palet. En een prachtige verpakking. Met heel erg mooie rode herfsttinten eigenlijk wel een beetje. Volgens mij is het bedoeld als een zomerspalet. Maar ik vind hem 1000 keer beter voor dit herfstig seizoen. En tenslotte heb ik deze blush. De Too Faced Papa Don't Peach Blush. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Ik heb hem momenteel ook op mijn wang aangebracht. En hij ruikt super lekker naar perzikjes. Echt een heel mooie blush. En een heel erg fijne verpakking. Dit waren mijn favorieten. En dan gaan we nu heel erg vlug over naar mijn op alles is opgemaakt. En ik kan jullie wel vertellen dat ik behoorlijk wat heb opgemaakt deze maand. Mijn bakje zit echt super vol. Het eerste product die ik heb zitten is het de After Shampoo Conditioner. Dus de conditioner van Nivea in de Straight & Gloss Care. Fijne conditioner. Zou ik hem opnieuw kopen? Waarschijnlijk niet. Ik wissel graag af.
Vervolgens deze abrikozen fruit scrub. Deze lag al heel lang in mijn badkamer. Ik heb het hier nu afgelopen weekend opgemaakt. En zoals je kunt zien zit er nog wel wat in. Jammer dat zo'n verpakking is dat je er niet alles kan uithalen. Vervolgens heb ik nog een scrub. De Rituals of Sakura. Celebrate Each Day Body Scrub met Organic Rice and Cherry Blossom. Deze was heel erg fijn. Deze heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn liefde voor scrubs terugvond. En hij rook echt fantastisch goed. Als volgende heb ik een bubble bar opgemaakt. De Lady Bird Bubble Bar. Ik kan hem natuurlijk niet meer laten zien, maar wel dit leuke zakje van Lush. Heel erg fijne bubble bar, die echt prachtig ook. Als volgende heb ik iets van Zoella, de Zoella Bath Salts. Die heb ik heel erg eind geleden gekocht, maar ik denk dat deze nog altijd verkrijgbaar zijn. Omdat ze in de gewone collectie zitten. En ze zijn echt fijn voor in je bad. En de verpakking is ook fantastisch mooi. En ze ruiken goed. Ik gebruik het nog steeds. Een face mask. Deze lag nog net iets te lang in mijn lade. Want die heeft mij een beetje roodschijden verzorgd. Maar verder is het echt een heel fijn maskertje. Deze Relani Anti-Stress Mask. Nog een maskertje opgemaakt. Dit Pumping Vitamin E Sheet Masks van Primark. Heel erg fijn. Alleen heel erg veel water in het masker. Ik heb ook Deep Cleansing Wipes opgemaakt. Dat zijn de PS Love Deep Cleansing Wipes voor normal skin, denk ik. Ook heb ik een kaart opgemaakt. Deze kaart. Ik kan hem jammer genoeg niet helemaal tot het einde branden. Dit was de Yankee Candle en haar Pink Grapefruit. Ik heb nog een Yankee Candle opgemaakt. En dit was de Yankee Candle in Vibrant Saffron. Ik hou de verpakking, want ik anders helemaal geen idee meer heb wat ze waren. Zo, dit was het dan voor mijn favorieten en opgemaakt van deze maand. Bedankt voor het kijken. Like als je deze video leuk vond. En vertel me hieronder even wat jouw favorieten waren van de afgelopen maand. Doedels!